Dagelijkse woorden van God. Sommige mensen zullen vragen: wat is het verschil tussen het werk dat wordt gedaan door de geïncarneerde God en dat van de profeten en apostelen uit het verleden? David werd ook Heer genoemd, net als Jezus. Hoewel het werk dat ze deden verschillend was, werden ze hetzelfde genoemd. Waarom, zeg je, was hun identiteit niet gelijk? Wat Johannes zag, was een visioen, afkomstig van de Heilige Geest. En hij was in staat om de woorden te spreken die de Heilige Geest wilde zeggen. Waarom is de identiteit van Johannes anders dan die van Jezus? De woorden die door Jezus werden gesproken, konden God volledig representeren en representeerden volledig het werk van God. Wat Johannes zag, was een visioen. En hij was niet in staat om het werk van God volledig te representeren. Hoe kan het dat Johannes, Petrus en Paulus vele woorden spraken, net als Jezus, maar niet dezelfde identiteit hadden als Jezus? Dat is vooral omdat het werk dat zij deden verschillend was. Jezus representeerde de Geest van God en was de Geest van God rechtstreeks aan het werk. Hij deed het werk van een nieuwe tijd. Het werk dat niemand eerder had gedaan. Hij opende een nieuwe weg. Hij representeerde Jehovah en hij representeerde God zelf. Terwijl Petrus, Paulus en David, ongeacht hoe ze genoemd werden, slechts de identiteit van een schepsel van God representeerden. Of werden gezonden door Jezus of Jehovah. Dus hoeveel werk ze ook deden, hoe groot de wonderen die ze deden ook waren, ze waren uiteindelijk slechts schepselen van God en niet in staat om de Geest van God te representeren. Zij werkten in de naam van God of nagezonden te zijn door God. Bovendien werkten zij in de tijdperken die was begonnen door Jezus of Jehovah en het werk dat zij deden stond niet los. Zij waren uiteindelijk slechts schepselen van God. In het Oude Testament spraken veel profeten voorspellingen uit of schreven profetische boeken. Niemand zei dat zij God waren. Maar zodra Jezus verscheen, nog voor hij ook maar een woord gezegd had, getuigde de Geest van God dat hij God was. Waarom is dat zo? Op dit moment zou je dat al moeten weten. Vroeger hebben de apostelen en profeten verschillende brieven geschreven en vele profetieën gedaan. Later hebben mensen sommige daarvan gekozen om op te nemen in de Bijbel en sommigen zijn verloren gegaan. Omdat er mensen zijn die zeggen dat alles dat door hen is gezegd afkomstig is van de Heilige Geest. Waarom wordt dan een gedeelte daarvan als goed beschouwd en een gedeelte als slecht? En waarom zijn sommigen wel gekozen en anderen niet? Als het inderdaad de woorden zijn die zijn gesproken door de Heilige Geest, zou het dan nodig zijn dat mensen een selectie maken? Waarom is het verslag van de woorden die Jezus heeft gesproken en van het werk dat hij heeft gedaan verschillend in elk van de vier evangeliën? Is dat niet de schuld van degenen die het opgetekend hebben? Sommige mensen zullen vragen: omdat de brieven die zijn geschreven door Paulus en de andere schrijvers van het Nieuwe Testament en het werk dat zij deden gedeeltelijk afkomstig waren van de menselijke wil en vermengd waren met menselijke ideeën, is er dan niet ook menselijke onzuiverheid in de woorden die u, God, vandaag de dag spreekt? Bevatten die werkelijk geen menselijke ideeën? Dit stadium van het werk dat door God wordt gedaan is totaal verschillend van dat van Paulus en de vele apostelen en profeten. Er is niet alleen een verschil in identiteit, maar er is ook een principieel verschil in het werk dat wordt gedaan. Nadat Paulus neergeslagen was en voor de Heer neerviel, werd hij geleid door de Heilige Geest om te werken en werd hij een gezondene. Daarom schreef hij brieven aan de kerken en deze brieven volgden allemaal de leer van Jezus. Paulus is gezonden door de Heer om te werken in de naam van de Heer Jezus. Maar toen God zelf kwam, werkte hij niet in de naam van iemand en representeerde hij niemand anders dan de Geest van God in zijn werk. God kwam om zijn werk rechtstreeks te doen.
Hij is niet vervolmaakt door een mens en zijn werk is niet gedaan volgens de leer van een mens. In dit stadium van het werk leidt God niet door te spreken over zijn persoonlijke ervaringen, maar voert hij het werk rechtstreeks uit in overeenstemming met wat hij heeft. Bijvoorbeeld de beproeving van de dienstdoeners, de tijd van tuchtiging, de beproeving van de dood, de tijd van God liefhebben. Dit is allemaal werk dat niet eerder is gedaan en werk van de huidige tijd, in plaats van menselijke ervaringen. Wat zijn in de woorden die ik heb gesproken de menselijke ervaringen? Zijn ze niet allemaal rechtstreeks afkomstig van de geest en zijn ze niet voortgekomen uit de geest? Het is alleen zo dat jouw kaliber zo zwak is dat je niet in staat bent om dieper te kijken tot op de waarheid. De praktische manier van leven waar ik over spreek, is het lijden over de weg. Hierover is nooit door iemand gesproken. Nog heeft iemand deze weg al eerder ervaren of kende iemand deze realiteit. Voordat ik deze woorden sprak, heeft niemand ze nog gezegd. Niemand heeft ooit over zulke ervaringen gesproken of over zulke details. Bovendien heeft nog nooit iemand op deze zaken gewezen om ze te onthullen. Niemand heeft ooit over de weg geleid die ik vandaag leid, en als dit door een mens zou worden geleid, zou het geen nieuwe weg zijn. Neem Paulus en Petrus bijvoorbeeld. Zij hadden geen eigen persoonlijke ervaringen voor zij de weg gingen die werd geleid door Jezus. Het was pas nadat Jezus hen op de weg had geleid, dat zij de woorden die door Jezus waren gesproken en de weg waarop hij leidde hebben ervaren. Hierdoor hebben ze veel ervaringen opgedaan en de brieven geschreven. Op die manier zijn de ervaringen van mensen niet hetzelfde als het werk van God en is het werk van God niet hetzelfde als de kennis zoals beschreven door de ideeën en ervaringen van mensen. Ik heb keer op keer gezegd dat ik vandaag een nieuwe weg leid en nieuw werk doe en mijn werk en mijn uitingen zijn anders dan die van Johannes en alle andere profeten. Ik doe nooit eerst ervaringen op en spreek er dan met jullie over. Zo is het zeker niet. Als dat zo zou zijn, zou dat jullie niet al lang geleden hebben vertraagd? In het verleden was de kennis waar velen over spraken zo verheven, maar al hun woorden zijn alleen gesproken op basis van de woorden van de zogenaamde spirituele personen. Zij leidden niet de weg, maar kwamen vanuit hun ervaringen, vanuit wat zij hadden gezien en vanuit hun kennis. Sommige dingen waren hun opvattingen en sommige dingen ervaringen die ze hadden samengevat. De aard van mijn werk vandaag is totaal anders. Ik heb niet ervaren om geleid te worden door anderen, noch heb ik geaccepteerd om vervolmaakt te worden door anderen. Bovendien is alles wat ik heb gezegd en gedeeld niet als dat van iemand anders, en is het nooit door iemand anders gezegd. Vandaag wordt, ongeacht wie jullie zijn, jullie werk uitgevoerd op basis van deze woorden die ik spreek. Wie zou zonder deze uitingen en dit werk in staat zijn om deze dingen, de beproevingen van dienstdoeners, de tijden van tuchtigingen, te ervaren? En wie zou in staat zijn om te spreken over deze kennis? Ben je echt niet in staat om dat te zien? Ongeacht in welke stap van het werk, zodra mijn woorden worden uitgesproken, beginnen jullie gemeenschap te hebben volgens mijn woorden en te werken volgens mijn woorden, en dit is niet een weg die een van jullie had bedacht. Ben je, nu je zover bent gekomen, niet in staat om zo'n duidelijke en eenvoudige vraag te zien? Het is niet een weg die door iemand is verzonnen, noch is het gebaseerd op een spiritueel persoon. Het is een nieuwe weg en zelfs veel van de woorden die ooit door Jezus zijn gesproken, zijn niet langer geldig. Wat ik zeg is de opening van een nieuw tijdperk. En het is werk dat op zichzelf staat. Het werk dat ik doe en de woorden die ik spreek zijn allemaal nieuw. Is dat niet het nieuwe werk van vandaag? Het werk van Jezus was ook zo. Zijn werk was ook anders dan dat van de mensen in de tempel, en het was ook anders dan het werk van de fariseeën. Nog leek het op dat wat werd gedaan door het volk van Israël. Mensen wisten niet wat ze ervan moesten denken,
nadat ze er getuigen van waren geweest. Was dit werkelijk gedaan door God? Jezus hield zich niet aan de wet van Jehovah. Toen hij de mensen kwam onderrichten, was alles wat hij zei nieuw en anders dan dat was gezegd door de oude heiligen en profeten van het Oude Testament. Daardoor bleven mensen onzeker. Dat is wat het zo moeilijk maakt om met mensen om te gaan. Voordat jullie dit nieuwe stadium van het werk accepteerden, was de weg die de meerderheid van jullie bewandelden, die van het beoefenen en binnengaan op de grondvesten van de weg van die spirituele personen. Maar vandaag is het werk dat ik doe heel anders. En daarom kunnen jullie niet beslissen of het goed is of niet. Het maakt me niets uit welke weg je eerst bent gegaan, en het interesseert me ook niet wiens voedsel je at of wie je als je vader beschouwde. Nu ik ben gekomen en nieuw werk heb gebracht om mensen te leiden, moet iedereen die mij volgt doen wat ik zeg. Ongeacht hoe sterk de familie waar je vandaan komt is, je moet mij volgen. Je moet niet handelen volgens je vroegere gebruiken. Je pleegvader zou zich terug moeten trekken. En jij zou voor je God moeten komen om je rechtmatige deel te vragen. Het geheel van jou is in mijn handen. En je zou niet te veel blind geloof moeten geven aan je pleegvader. Hij kan geen totale controle over je uitoefenen. Het werk van vandaag staat op zichzelf. Alles wat ik zeg vandaag is duidelijk niet gebaseerd op een basis uit het verleden. Het is een nieuw begin. En als je zegt dat dit is gemaakt door een mens, dan ben je iemand voor wie er geen genezing voor zijn blindheid bestaat.